Je kijkt naar Moeder TV en vandaag verslaan we het nieuws rondom het niet rondkomen van de coalitieonderhandelingen. Naast mij Jaap van der Does van D66. Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Waar is het misgegaan? Het is natuurlijk vanmiddag om 12 uur misgegaan. Dat was het ultimatum dat wij gesteld hadden als gezamenlijke partijen aan het Partij Inwonersbelangen. Maar een week geleden, toen wij in principe besloten om van 3 wethouders naar 4 wethouders te gaan, toen kwamen er allerlei eisen op tafel waar we behoorlijk over moesten discussiëren. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de break die nu ontstaan is. Heeft het niet vooral te maken met de poppetjes? Wie op welke posities kwamen te zitten uiteindelijk? Enerzijds met de poppetjes, want aanvankelijk was er een bepaalde man die vooruitgeschoven was als man van financiën. En dat hadden wij al ingeleverd als D66. Wij waren opgeschoven naar zorg en welzijn. En dat was rond. En toen na de optie van 3 naar 4, toen kwamen er eisen op tafel, andere poppetjes, andere portefeuilles. We hebben een paar keer een poging gedaan om dat toch weer bij elkaar te brengen. En gisteravond is dan het ultimatum gesteld van nou, we gaan voor 3,8, zeg maar, 4 poppetjes, 4 functieplaatsen dan, 4 poppetjes. En dat zijn de ruimtes, dat is de ruimte die er nog is. En die ruimte hebben ze niet opgepakt. Ze zijn daar zo afgebroken. Het is best misschien aan de ene kant hard geweest om je zo hard aan een deadline van vanmiddag te houden. Terwijl Inwonersbelangen duidelijk heeft aangegeven, jongens, geef ons tot en met maandag, want dan kan ik intern alles op orde krijgen. Ja, we hebben al 2 of 3 keer uitstel gegeven. Dus er moet een keer besluiten genomen worden. We kunnen die gemeente ook niet onbestuurd laten. Want de wethouders nemen binnenkort afscheid. De zittende wethouders. Dan moet je zorgen dat er een nieuw bestuur zit. En het gebrek aan slagkracht, dat bevreemd ons, moet ik zeggen. En dan kun je toch merken dat een partij is zonder een structuur zoals een landelijke partij heeft. Dus heel veel inspraak door de leden. Maar dat kan ook heel veel tijd vergen. En dat was in dit geval te veel tijd. Maar het niet nakomen van de deadline heeft nu als resultaat dat de onderhandelingen eigenlijk helemaal opnieuw moeten beginnen. Is progressief voeren voor jullie een goede kandidaat? Dat zou op zich een goede kandidaat zijn, mits ze kunnen vinden in het programma dat wij al neergelegd hebben. En daar willen we natuurlijk best aan kijken met z'n allen straks weer. Maar er ligt een heel programma al klaar en dat zou het fundament moeten zijn waarop we verder gaan discussiëren. En waarop we dan daarna de poppetjes gaan invullen. Hoe snel verwachten jullie toch wel misschien niet uit te komen, maar serieus kunnen zeggen van we hebben een nieuwe partner? Ja, dat zou dit weekend willen we al een slag slaan. Dus we gaan vanavond al met elkaar even praten, de 3 partijen. En dan gaan we contacten leggen met vertegenwoordigers van andere partijen. Ik laat even midden wie het is, maar dan morgen proberen we een eerste contact te hebben, officieel contact. En we willen eigenlijk maandagavond al een slag slaan. En we willen er eigenlijk maandagavond uitkomen, aanstaande maandagavond. Dus maandagavond een nieuwe coalitie, VVD, D66, SGP en Progressief Woerden. Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn, maar nogmaals, dat moet dit weekend duidelijk worden. En dat is de voorkeur van D66 of van de 3 partijen? Ik praat even voor D66, wij hebben een voorkeur voor Progressief Woerden.